In deze film duik ik in het stukje van frequentiescheiding. En wat is frequentiescheiding? Dat is een techniek om huid te verbeteren. En dat doe je dan door het in twee delen te scheiden. In het ene deel pak je globale oneffenheden in de huid aan, zoals verschillen in het, in het licht, bijvoorbeeld hier op het voorhoofd of op de neus of hier op de arm. En in het andere deel pak je de kleine dingetjes aan, zoals eventueel een puistje of een kleine beschadiging op de huid. En ik ga je daar in deze video gewoon doorheen loodsen. Op zich ziet er dit allemaal prima uit totdat ik ga inzoomen. En als ik nog niet eens naar 100% inzoom, dan zie ik al een aantal kleine dingen waarvan ik zeg van hé, hey, die wil ik verbeteren. En met frequentiescheiding kan ik dat dus keurig apart van elkaar doen. Om te beginnen ga ik mijn laag dupliceren en dat doe ik door hem gewoon aan te klikken en naar hieronder te slepen. En dan krijg ik er een kopietje bij. En deze noem ik vager. En eventueel kun je ook de toetsencombinatie Ctrl-J gebruiken. En dan dupliceren hem ook. En deze noem ik Detail. Nou, ik ga eerst aan de slag met de laag Vager. Dus Detail zet ik uit. En ik selecteer Vager. En deze laag ga ik dus Vager maken. En dat doe ik bij Filter Vervagen, Gaussiaans Vervagen. En hoe vaag moet je hem nou maken? Nou, in principe. Als je hem helemaal uitzet op 0,1, dan is het natuurlijk niet vaag genoeg. Maar je moet de straal eigenlijk dusdanig verhogen dat eigenlijk net alle imperfecties zijn verdwenen. En dat is even een klein beetje vogelen. En ik vind dat in dit geval toch wel bij 9,8. Het is dus geen vaste waarde, het ligt gewoon helemaal aan jouw foto. Hoe gedetailleerd die is, met hoeveel megapixels je de foto hebt gemaakt. Dit is volgens mij nog met mijn, uh, met mijn Canon 5D Mark II gedaan. Dus dit zal ergens rond de 20 megapixel zijn geweest. En je drukt op OK. Maar het kan dus goed zijn dat het bij jou uh, hoger of lager kan zijn. En vervolgens gaan we aan de slag met de laag details. Dus die zet ik weer aan en ik selecteer hem. Je gaat bij afbeelding naar afbeelding toepassen. En dan moet je een aantal dingen gaan doen. We gaan nu de scheiding aanbrengen tussen het vage en het detail. En we gaan eigenlijk de laag vager aftrekken van de foto die we hadden. Dus de bron, dat is natuurlijk de foto die je hebt, en de laag, dat is de laag vager. Je ziet ook de andere lagen, of je kunt ze allemaal kiezen, maar je moet in dit geval echt de vage laag kiezen. En de modus waarop we dat doen is niet normaal, maar is aftrekken. En je ziet dan dat er dit gebeurt. Op zich beter nog niet helemaal, er moeten nog twee kleine dingetjes gebeuren: je moet hem schalen naar de waarde 2, en je moet het verschuiven naar de waarde 128. En dan krijg je dit. En dit ziet er erg uit als het uh, hoogdoorlaatfilter, maar dit werkt net een klein beetje anders. En om je foto nou weer normaal te krijgen, zet je de dekking van de laag over van normaal naar lineair licht. En je ziet het, het ziet er behoorlijk gewoon uit. Deze twee lagen, die selecteer ik even door de Ctrl ingedrukt te houden en vervolgens op Ctrl G te drukken voor een groep. En deze noem ik dan frequentiescheiding. En ik klap hem uit om erin te kunnen werken. Nou, zet ik de groep nu uit, dus allebei de lagen die daarin zitten, die gaan dan gewoon op inactief. Dan zie je dat er weinig verschilt met mijn origineel. Zet ik ze weer aan, dan zie je dat er eigenlijk gewoon echt helemaal niks veranderd is. En dat is op zich natuurlijk helemaal niet erg, want nu gaan we pas aan de slag met de dingen die er moeten gebeuren. In principe hebben we het nu alleen maar vager gemaakt. En die laag vager hebben we weer afgetrokken met de laag detail. Dus het is ook logisch dat je nog steeds niks ziet. We willen nu twee verschillende dingen aan gaan pakken. En dat wil ik op twee manieren doen. Ik wil natuurlijk gewoon de, de, de plekken die niet mooi zijn aanpakken. Zoals bijvoorbeeld de highlight op haar neus of op haar voorhoofd. Maar ook hier op haar arm. Of bijvoorbeeld hier op haar elleboog. Nou, en dat ga ik natuurlijk aanpakken in de grote gebieden. En de grote gebieden werken in de laag vager. Dus als je die selecteert, dan kun je daarop aan de slag. En ik ga gewoon heel simpel naar het lasso gereedschap hierboven. En dan kan ik een selectie maken. Nou, maak ik nu een selectie, dan is deze op zich vrij hard. Je ziet dat het lijntje eromheen loopt, maar dit vertelt niks over de selectie. Ga ik nu naar het snelmasker, en dat vind je hieronder of met de sneltoets Q. Dan zie je wat er geselecteerd is. Dat wordt dan rood en dat is in dit geval vrij hard. Nou, dat zal nooit een fraaie overgang worden. Dus dat wil ik op zich helemaal niet. Ik ga nog even uit de snelmaskermodus en ik deselecteer mijn selectie met Ctrl-D... En ik zet hierboven de doezelaar een klein beetje hoger. En welke waarde je hier moet kiezen, ja, ook eigenlijk nog geen idee. Ligt ook helemaal aan jouw foto en aan jouw selecties. Maar we kunnen gewoon iedere keer heen en weer switchen. En we kunnen er zo achter komen wat gewoon het mooiste is. En dit geval vind ik op zich wel mooi. Dus ik hou het voor deze foto op 9,8. Ik heb nu een selectie gemaakt van een lichtere plek in mijn foto op de laag vager. En deze wil ik dus uh, eigenlijk een klein beetje temperen. Ik wil hem een klein beetje uitwasemen. En ik ga hem eigenlijk gewoon weer een stukje vager maken. En dat doe ik bij Filter, Vervagen en wederom Gaussiaans Vervagen. En je ziet al wat er gebeurt. Als de straal op 9,8 staat, dan heeft het toch al effect. Dit is bijvoorbeeld uit en dit is aan. Maar als ik bijvoorbeeld de straal nu wel een klein beetje hoger zet. Niet te hoog, want dan wordt het om de een of andere reden donker. Maar gewoon dat de kleurtonen prima passen. Bijvoorbeeld 33 en ik druk op OK. Dan heb ik toch alweer een verschil. Dit is bijvoorbeeld zonder en dit is met. Nou, en die gebieden ga ik ook gewoon even aanpakken op bijvoorbeeld de neus. En denk nou niet dat je meteen uh, het effect kunt herhalen, want dat kan wel eens gewoon te worden. In dit geval wil ik nog wel een klein beetje die highlight op de neus houden. Dus ik ga gewoon terug naar. Gaussiaans vervagen en ik kies in dit geval voor een waarde van uh, 18, waarop het net behouden blijft. En ook hier op haar bovenlip wil ik een klein stukje aanpassen. En je ziet omdat we alleen in een laag vager werken en niet in de laag, in de laag detail dat gewoon de structuur keurig behouden blijft. En dat is eigenlijk wel een beetje wat we willen, natuurlijk. We willen uh, niet te veel tijd kwijt gaan zijn. Aan het herstellen van die structuur. Nee, daarom hebben we het dus van elkaar gescheiden. Nou, en ik had ook nog beloofd dat er hier op de arm een plekje zou zitten wat ik aan zou pakken. En hier op haar elleboog vond ik ook een wat lichter plekje, wat ik ook even niet zo fraai vond. Of hé, nee, voor het filmpje halen we het er gewoon even af. Op zich lijkt er nog niet zo gek veel veranderd totdat ik de groep van frequentiescheiding uitzet. Dan zie je zeker in het gezicht dat er toch wel wat veranderingen zijn. Het is allemaal wat meer effen. Maar er zaten in het gezicht nog een aantal kleine imperfecties en die pakken we aan in de laag detail. Dus je selecteert de laag detail en nu ga ik met het kloongereedschap aan de slag. Het kloongereedschap vind je hier en eventueel ook met de letter S. En het belangrijke is, eerder heb ik al verteld bij klonen dat je dat op een nieuwe laag doet en dat je dan een sample maakt van alle lagen. Nou, dat kan in dit geval dus niet. Nee, het belangrijkste is dat je in dit geval dus gewoon op de huidige laag blijft werken. Dus zorg dat bij je monster huidige laag aanstaat en niet huidige onderliggende of alle lagen. Want dan werkt het niet. Dan gaan eventueel ook de vagere laag en de achtergrondlaag meewerken in het klonen. En dat is iets wat je totaal niet wil, want je wil het van elkaar scheiden. Nou, ik kies een doelgebied. En ik ga gewoon langzaamaan alle imperfecties weghalen. En als het niet helemaal lukt, omdat het qua kleur bijvoorbeeld net niet lekker bij elkaar past, dat maakt niet uit, dat zit in een andere laag. Dus dat kan ik dan eventueel later wel weer herstellen. En ik denk dat dat bijvoorbeeld bij het plekje hier het geval is. Want in feite wat we nu doen is eigenlijk alleen maar structuur eh, verplaatsen, structuur wegklonen. Ik herstel dit even een heel klein beetje. En ik kloon weer vrolijk verder. Wat we nu dus doen, is bijvoorbeeld uh, de structuur van, van deze imperfectie hier. die halen we weg door. hier het stukje bronbestand te pakken. en hem gewoon daar neer te leggen. En je ziet, hij verwijdert gewoon. zonder dat ik eigenlijk gewoon de huidkleur aanpas. want die zit grotendeels in de laag vager. En dat is ook logisch, want als ik de Alt ingedrukt hou. en op het oogje voor detail klik, dit is allemaal gewoon grijs. Hier zit geen kleurinformatie in. En zo ga je dus gewoon alle. Imperfecties langs over de foto. Ja, dat kan een tijdrovend kawaii zijn, maar uh, doe je aan beautyfotografie, dan zul je gewoon moeten accepteren dat dat heel veel nabewerkingstijd kost en dat je daar soms op een enkele foto echt gewoon uren bezig kan zijn, zeker als die heel ingewikkeld is. Nou is dit een relatief vrij eenvoudig portret, dus dit zal wel meevallen. En zo ga je dus gewoon heel je foto af. Moet je nou gaan zitten kijken hoe ik dat uh, het komende uur ga doen? Nou, ik, ja, ik zou het waarderen als je dat eens dus gewoon deed. Uh, nee, ik denk niet dat er iemand is die dat uh, wil gaan zien. Dus ik ga dit uh, filmpje gewoon een heel klein beetje versnellen. En ik ga ook niet alles doen in de foto. Ik ga gewoon even grotendeels door het gezicht heen. Zo, hier laat ik het voorlopig even bij. En om te laten zien wat het dus before is en wat het after is. En ik heb het gewoon compleet van elkaar kunnen scheiden. Ik heb het vrij makkelijk allemaal gewoon kunnen doen. Ik heb zelf de controle gehad. Het is eigenlijk stiekem wel heel wat werk wil je de hele foto doen. Maar het loont zich zeker. En het is zeker een mooie techniek om huid te verzachten in Photoshop. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei.